Nou, die techniek van net, dat was een goeie, want er wordt goed op gereageerd. En ik heb de leverancier al een berichtje gedaan, we gaan er meer bij bestellen. En die komen dan volgende week dinsdag weer binnen, dus je kan gewoon de maat bestellen die je wil. En dan is het S, M, L en XL. Alleen dan is het voor de meesten voor volgende week dinsdag. Maar voor nu heb ik ook deze, dat is uit dezelfde serie en dan een doorknoopjurk. Deze is extra leuk omdat je hem ook los kunt dragen. Gewoon een strakke broek eronder, een mooi shirtje of een topje eronder, nog een riem ertussendoor. Dat ga ik ook nog wel laten zien, misschien morgen. Deze zijn ook 69,95, maat S tot en met XL. Dan de laarzen, 49,95, vallen normaal op maat. Ze zitten heel zacht, heel fijn. 49,95, maat 36 tot en met 41. En je had net al hier die leuke sjaal gezien. Dat vind ik er dan eigenlijk ook wel weer mooi bij passen. Ook bij die tuniek van net. Die kun je gewoon zo omhangen. Maar in de zomer ook. Ja, het is een omslagdoek, hè. Om een jurkje of wat dan ook. Bij dit vind ik het ook heel erg leuk. Ja, dan heb je altijd net wat meer aan, vind ik. Van net wat frisser wordt. Ik moet zeggen, hier is het ook gewoon fris binnen. Buiten is het lekkerder dan binnen. Ik sla maar gewoon een keer om. Ja, ik vind dat mooi. Die zijn 24,95. Die hebben in een paar kleuren op voorraad. Lege groen, saffier groen. En ik zie nog een ecru kleurige en deze. 24,95. Wil je iets bestellen of reserveren? Doe het via de appshop www.baboe.nl of via onze WhatsApplijn 06-21-49-69-49. En vanaf morgen mag je shoppen. Wij plannen elk uur 2 mensen in. In principe voor een half uur. Heb je iets meer tijd nodig, dan mag dat. Want de volgende komen pas weer op het hele uur. Maar we hebben de half uur, maar ertussen zit ook heel hard nodig voor onze WhatsApp bestellingen. Dat gaat gewoon door, want we kunnen natuurlijk niet bestaan van 2 klanten per uur. Dat gaat helaas niet, was het maar zo'n feest. Dus die WhatsApplijn gaat door. En daar hebben we ook iedere keer tijd voor nodig. En we moeten filmpjes maken. En die filmpjes doe ik gewoon als jullie er zijn. Ieder doet zijn dingetje. Jullie shoppen, ik filmpjes. En Sanne de WhatsApplijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Wil je nou geen afspraak maken of wil je iets afkomen halen en je wil het ruilen of wat dan ook, dan adviseer ik om dat na het half uur te doen. Want stel dat er dan geen klanten meer in de winkel zijn of nog 1 klant in de winkel is, dan mag je terugbrengen en even iets anders proberen te passen. Dus die ruimte, die doen we ook bewust inhouden, zodat we de voorbijganger die iets op komt halen of die iets besteld heeft, toch de kans geven om ook even snel iets te passen. Dus als je spontaan in de buurt bent na het half uur, de tweede helft van het uur, of hoe leg ik het nou uit? Ik hoop dat het duidelijk is. Maar zo is er altijd nog wat extra ruimte voor degenen die geen afspraken hebben, maar iets terugkomen brengen, dat ze toch even snel kunnen passen als ze dat willen. Ik hoop dat het duidelijk is. Thank you.